Naar aanleiding van het succes van klassement bij leraren en het feit dat we vaststellen dat er steeds meer organisaties hun educatief aanbod voor leraren ook op klassement delen, organiseren wij regelmatig een infomoment voor die organisaties om hen te tonen hoe zij hun educatief aanbod op een goede manier via klassement kunnen delen. We geven onder andere handige tips bij de toevoegpagina's. We gaan dieper in op de zoekfunctie. We tonen hen de mogelijkheden van de organisatiepagina, hoe zij zichzelf beter kunnen profileren op klassement. We leggen de mogelijkheden uit van favoriete mappen en themapagina's. En we gaan dan ook nog dieper in op lesmateriaal dat succesvol is bij leerkrachten en hoe zij ervoor kunnen zorgen dat hun lesmateriaal ook vlot wordt opgepikt door leerkrachten. Vandaag heb ik eigenlijk heel veel geleerd voor ons, voor het Bellevue Museum. Dat was zeer belangrijk, vooral de favoriete mappen die we kunnen maken op klassement. En dat zal ik zeker doen in de komende weken. Ik realiseer me nu dat dit eigenlijk het perfecte kanaal is voor leerkrachten waar ze binnen het kader van dat project Buurten met Erfgoed zelf ook leermiddelen kunnen delen met elkaar. Ik vond het wel een zeer interessante namiddag. Het was voor ons wel boeiend om te zien van hoe dat we ons eigen materiaal kunnen delen en eventueel zien hoe dat we dat aanbod kunnen bekijken samen met klassement en afstemmen op elkaar. Het lijkt mij echt een ideaal middel om veel leerkrachten te bereiken. En om onze methodieken, onze visie, onze informatie te verspreiden via klassement.